Voor elke keer dat ik verlies in Brawl Stars, moet ik een random item uit de winkel kopen. En dat kan soms wel een item zijn zoals hier met 300 gems. Of hierachter nog een keer 300 gems. Dat is gewoon... Hoeveel is dat? Oké, 20 euro. Ik moet dus sowieso gaan winnen komende potjes. Ik ga 5 potjes doen. En elke keer als ik dus niet eerste of tweede word, dan moet ik iets randoms uit de winkel kopen. Ik heb hier loodjes in dit glas allemaal opgesneden. 1 tot en met 15. En daar zitten de items in die ik dan moet gaan kopen. Daarnaast gaan we tussendoor ook nog even wat dingetjes openen. We hebben mega doos. We hebben hier nog andere doos. Weet je wat? We beginnen gewoon met de kleine. Oh, ik moet eerst deze. Oké, dan doen we een mega doos. Dan doen we toch gewoon een mega doos. Let's go. Helaas zit er niets in. Alleen maar upgrades. Dames en heren, we gaan gewoon het eerste potje starten. Heel voorzichtig spelen. Zorgen dat we niet verliezen. Solo showdown. Let's go. We gaan eventjes... dit zijn mijn eerste potjes vandaag. Ik moet even mijn microfoon een beetje weghangen, want anders zie ik helemaal niets. Oké, we zien genoeg. We zijn rank 11. We zijn niet de allerhoogste. We zijn ook niet de allerlaagste. We gaan gewoon kijken hoe we het gaan doen vandaag. Hé, ik zie daar een kissie. Kissie. Kino. Hupsakee. Lekker wat damage. Nou, dan neem ik die ook graag mee. Hé, jammer vriend. Oeh, ik moet hier weg. Ik moet hier... Oh, nee. Oh, nee, nee. Niet verliezen, Wouter. Niet verliezen. Niet, niet verliezen, Wouter. Niet verliezen. Hou het geld in je broekzak. Oké, dit was heel scary. Waarom zit die guy de hele tijd achter mij aan? Ik weet ook niet precies welke abilities die heeft. Volgens mij heet die... Nee, is dat Genie? Ik weet niet of dat Genie is. Oké, hij wil vechten. Oké, weet je wat? Respect. Dan gaan we vechten, toch? Huh? Dan gaan we toch lekker vechten? Hè? Is dit wat jij wilde? Is dit wat jij wilde, vriend? Oké, er zijn nog 5 over. Wouter, kom op. Niet eerste. Of nee, wel eerste of tweede worden. Wow. Oh, ik hoopte dat mijn explosie hem daar zou pakken. Maar zo werkt de game helaas niet. Ik ben echt niet goed ingespeeld vandaag. Weet je wat? We gaan er gewoon overheen. Als je niet naar mij toe komt, kom ik toch naar jou toe, schat? Yo, we hoeven nog 1 iemand te killen en dan hoeven we in ieder geval... niet te kopen. Ik wil niet echt 20 euro voor een skin. Doe normaal. Oké, zij zijn dik in een fight. Yes! Let's go! Gewoon eerste, jongen. Ja, dan gaan we wel een megadoos openen. Omdat we hebben gewonnen, komt hier een megadoos. Kom op, laat iets uitkomen. Yes, er zit iets in. Let's go! Kijk, we rollen altijd met die pack openings. Dat weten jullie ook, jongens. Ik ga jullie echt niet zonder iets laten zitten als ik een game win. Boom! Een gadget. Vooruitspoelen. Shelly trekt een sprintje om geen tijd te verliezen. Oké, cool. Weet je wat? We gaan gewoon Shelly dit potje. Let's go, Shelly. Yo, we gaan sprinten. Wow. Oké. Dat was wel een heel kort sprintje. Zelfs ik kan langer sprinten. Oh, dit is gevaarlijk. Ja, ik heb daar mijn ult. Ik had hem kunnen pakken. Ik kan hem nu nog steeds pakken. Daar niet van. Sprinten. Sprinten. Maar dat is helemaal geen sprint. Je springt vooruit. Het is geen sprint. Oh, ik wil eigenlijk wachten tot hij komt. En dan boom, boom, boom. Dankjewel voor het neerhalen van al deze dingen. Al deze dingen. Yo, dankjewel, broeder. Oh, hoe dan dat ik dat miste? Ik dacht echt, die guy zit mij op te wachten. Ik had niet verwacht dat hij weg zou gaan. Kom je vechten? Oh, hij wil niet. Hij wil niet. Wat een bangerik. Kaboom. Oh shit, we winnen gewoon meer. We zitten in ieder geval in de top 2. Nou, laten we deze dan ook winnen. Kom maar hier. Ik sprint naar je toe. Boom. Boom, boom, boom. Wat is dit? Waarom win ik opeens? Nou, omdat we winnen gaan we gewoon weer iets openen. We doen nu 2 kisten hier. We doen een kleintje. Hupsakee. En een grote kist. Lekker hoor. Nou. Hebben we die ook mooi geopend, omdat we hebben gewonnen. Wat edelsteentjes erbij. We hebben nog niet iets randoms hoeven kiezen. Ik ga nu gewoon een hele moeilijke knokker kiezen. En kijken of we daarmee kunnen winnen. We spelen met Tick. Ja, ik moet zeggen, ik heb nooit echt met hem gespeeld. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hieruit gaat komen. Hier moet ik wel mee gaan verliezen, toch? Je gaat me niet vertellen dat ik hiermee ga winnen. Ik ga ook gewoon lekker agressief spelen. Hé, hey, ik zie er 2 kissies. Komt u maar. Ja hoor, lekker wat mijntjes erop. Ik weet niet waarom ik zoveel lag heb, maar... Oké, maakt niet uit. Hupsakee. Nou, wat is dit?
Oh, ik kan ze gewoon in het midden doen. Yo, check. Wow. Check hoeveel dingen ik krijg. Oh jee. Oh jee. Nee, niet gieten. Nee. Oké, we moeten iets randoms kopen. Komt-ie, dames en heren. We hebben hier het glas. Ik kijk niet. Ik huzzel ze door elkaar. En ik pak een nummer. We hebben een nummer, dames en heren. Wat is het nummer? Oh, ik heb er twee. Oké. Ik moet dit opnieuw doen. Ik heb er twee. Sorry. Oké, en we pakken de nummer. Zorg dat ik er één heb. Ik heb er één. Wat is het nummer? Het nummer is 5. Laten we eens even kijken. Ik ben heel benieuwd wat op nummer 5 staat in de shop. We hebben 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dit is punten voor B. Nou, dit viel wel mee. Ergens hoop ik stiekem ook wel gewoon Sprout te moeten kopen. Ook al is het €20. Volgens mij is het wel een sterke knokker. Weet je wat? We gaan gewoon deze laatste twee potjes. Of ik win of ik verlies. Ik ga beide gewoon een random item kopen uit de shop. Ik ga nu gewoon puur even kijken of ik wat kills kan maken. Ik weet niet precies meer hoe deze nou heet, die ik nu speel. Hey, dankjewel, Tik. Vriendelijke vriend. Vriendelijke vriend. Hupsakee, maak het kapot. Volgens mij heet ze Bibi in mijn hoofd, maar waarschijnlijk is het gewoon echt, zeg ik nu een random naam en is het helemaal niet zo. Boom. Oh mijn god. Dit zijn veel. Oké, ik doe de stuiterbal. Ik doe de stuiterbal. Het is geen stuiterbal, het is bubblegum. Ik weet het. Ik weet het. Oeh. Die guy is ook sterk. Oké, hij wil weg. Oké, ga dan weg, man. Echt, als ik nu Bibi heb gezegd en het is compleet iets anders, dan sta ik echt weer zo voor gek. Maar ja, jullie zijn wel wat gewend. Dat scheelt. Ja, ga je nou echt alleen maar van zo'n afstandje zitten schieten daar? Of kom je naar me toe en vecht je als man? Let's go. Oké, ik heb het gevoel dat dit nog best wel eens, dat we dit kunnen winnen. Daar hebben we Nita. Twijfel even. Oh, ik ga naar Brock toe. Hupsakee. Wegwezen. Lekker in de ding. Gotcha. Wie wil nu vechten? Oh, kijk. We hebben hier de showdown. Hij heeft wel zijn ult. Dat vind ik minder. Ja, hij wil ook wel vechten. I'm ready. I'm ready. Oh. Ik wil niet zijn ult triggeren. Oh. Kan hij doorheen slaan? Ik weet nog niet of ik er doorheen kan slaan of niet. Nee. Oh, hij wil natuurlijk wachten totdat het afgelopen is. Ah, my god. Ja, hoe had ik dit kunnen winnen? Nou, we zijn ons nog eerst of tweede. We gaan een random iets kopen. Hoe heette ze nou? Oh, gelukkig. Het is Bibi. Oké, anders hadden jullie me echt uitgelachen. We gaan iets randoms kopen. We schudden ons glas van links naar rechts. We pakken random dingen en gooien het door elkaar heen. En het is... Welk nummer? Ik heb hier eentje. Is het één? Ja, het is zeker weten één. Het is nummer... Oeh, tel scherp. Het is nummer 11. Wat is nummer 11, dames en heren? Laten we even kijken in de winkel. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10? Nee. Nee. Moet ik de Mega Crow kopen? 300 gems. Oh my god. Ja, ik heb hem goed geteld. Want ik had de gratis overgeslagen. En B moest ik gewoon meetellen. Omdat hij normaal ook in de 1 tot en met 15 zat. Wacht even. Nummer 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, het is Mega Crow. Oh, 20 uur. Oh nee, oké, ja. Belofte maakt schuld, dames en heren. We hebben Mega Crow! Yo, wat een geld. €20 voor een skin. Oh, oké. En we moeten nog één potje. Ja, we weten met wie we die gaan spelen. Dat wordt natuurlijk met Crow. Jongen. Oké. Laten we hopen dat het niet 1 is straks. Als het 1 is, ben ik weer €20 kwijt. Kijk eens aan, mensen. Mega Crow. Are you ready for this? Oh, hij maakt ook ander geluid. Nice, dude. Yo, ik ben Mega Crow. Klaar om jullie neer te maaien. Hij is wel echt sick, hé. Maar waar zijn alle... Hoe heet dat? Oh, daar zijn ze. Moet ik hier staan... Oh. Hupsakee, ik pak gewoon snel deze. En deze. En deze. Woe. Oké, ik weet niet waarom, maar ik mag hier snel al deze dingen pakken. Oef. Oké, ik zie hier gewoon
allemaal krachtpunten. Yo, leg ze maar klaar voor Megacrow, jongens. Dit is top. Dit is super. Oh jee. Oh jee. En ik spring op hem. Boom. Is hij nog steeds niet neer? Oké, top. We hebben hem neer. Het was een beetje niet heel... Wat? Wat is hij aan het doen? Wat ben je aan het doen? Wat een... Wat? Wat een gekkie! Megacrow heeft gewonnen! Let's go! Alright, nou dat betekent jongens dat we nog één random iets moeten kopen. Alsjeblieft geen nummer 1. Dat is het enige wat ik vraag. Want nummer 1 is gewoon 300 gems. En hier 80 gems en zo, dat is allemaal wel te overzien. Oké, we gaan kijken. We grabbelen in het glas. Lekker mixen. Horen jullie de mix? Oh, dat is een lekker mixje. Hey, trouwens, voordat ik een nummer pak, abonneer even en gooi dat bulletje aan. Dan ben je op de hoogte van nieuwe video's van Brawl Stars. En smash ook even de duim omhoog. Ik kijk weg en ik pak deze. Welke het ook is. Het is nummer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is Pam. Nou, dat viel mee. Schade is beperkt. We gaan alsnog deze grote kist even openen. Hupsakee, lekker spulletjes. Dames en heren, ik hoop dat jullie het weer leuk vinden. Smash dat duimpje omhoog en check ook de volgende Brawl Stars video. Of kijk, deze. Hier heb ik ook heel veel pakketjes geopend. Misschien is het 100 euro. Ik weet niet wat ik hier neerzet voor video. Check gewoon een van deze twee video's. En ik zie jullie daar. Tot daar, mensen. Ciao.